Hey! Hey! Het is weer Minecraft tijd. Dus welkom! We gaan vandaag Build Battle spelen. En met Build Battle bedoel ik Build Battle. Maar we gaan niet zomaar Build Battle doen. Oké, ik loog. Het is wel zomaar Build Battle. En als je niet weet wat Build Battle is, weet je, dan leg ik het ook gewoon niet uit. Want dan ben je gewoon... Build Battle is, dan krijgen 16 spelers, krijgen allemaal hetzelfde thema. En een 5 minuten of 4 minuten, wat is het? En dan moet je iets bouwen. Als het thema stoel, dan bouw je stoel. En wie de mooiste stoel heeft gebouwd, die wint. 2, 1, en go. Oké, en wat wordt het thema? Het thema is... melk. Wat voor... Ah, die muziek. Ik heb al zoveel tijd geweest met die hele poepdans act van mij. Dat ik nu gewoon weinig tijd heb om deze emmer te finishen. Ik ga hem veel te groot maken en het gaat weer fout. En het is een kut onderwerp. En we gaan laatst eindigen. Ze verwachten ook echt van me dat ik like de mooiste emmerbak met melk maak die je ooit gezien hebt. Het is like... What? Hey Max, misschien is dit een leuk onderwerp voor je om te maken. Maak melk. Leuk. Top. Oké, we hebben dat gedaan. Pink, we gaan nog wat leuks proberen. We gaan van die vieze, vieze uien maken, weet je? Zo, zo, zo. Van die vieze, natte, dikke, grote, lange uien, weet je? Van zo'n koe. Oké, nog 1 minuut. En dit gaat niet op een uien lijken. Ik weet niet wat ik maak, maar dit gaat absoluut niet op een uien lijken. Maar we gaan het proberen. We gaan kijken wat we ervan krijgen. Oké, een soort endrots die eraan hangen of zo. I don't know, dude. Ik weet het ook allemaal niet. Oh, dat kan niet. Oh, wat lame. Hier. Het lijkt niet eens op wat ik wilde hebben. Oh man, ik word nooit de eerste. Poep. 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 Hey, wat een legendarische... Wat is het überhaupt? Het lijkt niet eens op een fucking koe en poepzooi en... Superpoep! Oké, okay. Kinda... Oké. Okay. Kijk, dit was mijn originele plan. En how the hell do you build milk? I know, right? I know! Hoe de fuck... Ik geef jij een oké voor deze comment. Hoe de poepzooi... Willen ze dat je melk gaat maken? Dat is ook een koe. En omdat je koe gemaakt hebt, geef ik jou een A-oké. Oh, we hebben gewonnen! Onze vieze, vieze dikke uien. Die heeft gewoon gewonnen. Ja, ik snap het op zich ook wel. Ik zei ook wel wat. Het is eigenlijk gewoon, als je het ook zo ziet... Wat een prachtgebouw dit. Wat een prachtbeeld. Wat een prachtbeeld was het ook, jongen. Jongens, die... Uieren, dat deed het hem. Ik denk dat dat het hem deed. Die uien, we hebben nu al 6 winsten. Dus wat wij doen, is we gaan gewoon nog een potje. Volgende thema, we hebben Shell Plane, Vending Machine, Soldier en Bowling Alley. Een plane, een plane. We gaan wel weer met die poepmachine, kan ik die niet uitzetten? Okay, je zou denken, we gaan voor een passagiers plane. Maar ja, passagiersplanes zijn like veel te huge. Dus we gaan proberen een mini F-16 te maken. En zoals jullie weten gaat dat niet lukken. Maar we gaan eerst door net zoals de uieren van net. You know, dat is gewoon hoe het werkt. Ik heb voor some reason weer geen vertrouwen in mezelf met deze taak. Maar had ik net ook niet en toch werd ik eerste. Ik zit ook echt te kijken van, wat ben ik aan het doen? Wat maak ik? Wat is mijn plan in deze situatie? En gaat het goed? Maar het antwoord is nee, op allemaal. Elke vraag die ik net gevraagd heb, nee. Het kutste is om te onthouden wat je aan de andere kant gaat doen. Want je moet zo snel bouwen. Dus dan is het zeg maar zonde van de tijd om snel naar die andere kant te gaan en daar te gaan kloten. Dan, wat heb je hier gedaan? Is dit een vliegtuig? Ja, het lijkt er wel een beetje op, hè? Ik vind deze mooier dan mijn uien, dus dat zegt al genoeg. En mijn uien heeft gewonnen, dus tenzij er iemand echt met een briljant vliegtuig aankomt zo, heb ik wel goede hoop. Heb ik op zich wel goede hoop. Zo, I guess. I guess. En dan zo. Zo. Ik weet het niet, jongens. Ik weet het allemaal niet. Een soort finishing touch of zo. I don't know. I don't know. Dit lijkt niet eens meer op een vliegtuig. Ik heb hem te compact gemaakt. Hij is... Het lijkt niet meer op een vliegtuig. Wat heb ik gedaan? Oh, wat poep. Het is niet eens meer een vliegtuig. Wat is het überhaupt? Ik heb hem way too compact gemaakt. Ja, dit moest eigenlijk nog... Zo. Ja, kijk maar. Hij heeft weer een heel vliegtuigcrash gemaakt. Weet ik veel dat hij dat ging doen. Ja. Oké, hij is op zich wel leuk. En mensen... Mensen zijn creatief. Ja, het maakt ook een soort straaljagertjes. Ook oké. Vind ik ook wel cool.
Jij ook al. Ik zit met goede mensen in de lobby. Jij krijgt ook wel een oké. Ik wil die andere goed. Ik ga goed pas als ik hem echt denk van... Wat is dit? Oh. Kijk, en hij heeft dat helemaal over water laten gaan. Daar had ik ook over na kunnen denken van... Hé, laten we nou gewoon water doen. Dat is creativiteit, jongens. Oh mijn god, de wielen. Ik was de wielen helemaal vergeten. Oh man, wielen. Oh, als ik dat ook had gedaan. Kijk wat... Oké. Kijk hem nou. Wat een prachtding. Geef me even die hoge scores. Ik zie daar iemand groen, 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 paars. Gun me die Victory Royale. Dat was een idee. Maar hij is nooit verder uitgevoerd. Oh man. Tweede. Ace heeft gewonnen. Oh man. Kijk hier. Hier zie je het. Tweede plek. Tweede plek. Ah! Het thema is kitten. En hey, ik vind dat oprecht wel een leuk thema. Laten wij... is met concrete gaan bouwen. Concrete is altijd leuk om mee te bouwen. Dus dan gaan we een dikkie dik gaan we maken. Weet je, we gaan hem snel opzoeken. Oké, jongens, ik heb hem voor me. We gaan dikkie dik gaan we maken. Dat is amazing. Oké, dikkie dik heeft een... amazing. Maar dikkie dik heeft een rond hoofd. Dus we gaan hem een beetje... een bollig hoofdje geven. Want dat is hier wel een beetje bollig. Langer zo. Wat doe ik? Ja, het zal wel. We hebben niet genoeg tijd om hierover na te denken. We gaan dikkie dik maken. Oké, hij heeft een soort rood neusje, dus we geven hem ook een rode neus. ongeveer hier in het midden van zijn hoofd. How about like this? Nou, er zit iets daar. Dan geef hem echt één rood neusje. Zo, kijk. En dan witte oogjes, maar die gaan we hem zo geven. Het is een beetje een derpy dikkie dik. Hij heeft ook nog oortjes nodig, dus we gaan hem ook oortjes gunnen, hiero. Die gaan zo. Nou, zijn dat geen leuke oortjes? Ik zou wel zulke leuke oortjes willen hoor, als ik een kat was. Oh god, hij zijn ook nog verkeerd ook. Doe ik? Wat ben ik aan het doen? Ik ben niet goed in organisch bouwen. Geef me maar een gebouw. Sure, maar organisch, dat gaat me echt niet lukken. Dan krijg je dit. Dit soort resultaat. Heeft hij nog zit in zijn oren? Nee, maar hij heeft wel een soort rode strepen die over zijn voorhoofd lopen. Zo. Kijk, hij heeft daar rode niet. 1 minuut, dan moeten we zijn achterkant opvullen. Oh nee. Oh, maar dat gaat helemaal fout, die achterkant opvullen een minuut. Nou, is dat geen leuke kat? Nou, deze is wel leuk. Dit is wel een leuk katje. Oh, daar is hij hoor. Daar is hij. Kom op jongens, foto's. Geef me zo hoog mogelijk. Wow, ja, dag. We gaan jou gewoon een epic geven. Ik vind hem epic. Deze gaat ook winnen. Maar kijk, zijn snorharen. Daar had niemand, had ik niet aan gedacht. Hij heeft gewoon legendary. Ja, oké, verdiend. Verdiend, absoluut verdiend. Deze is ook legendary. Ik gun jou ook een legendary. Ik gun jou deze legendary. Dat is, interessant. Interessant. Vooral interessant. Dit is ook leuk gedaan. Kijk hoe simpel dat is. Nou, ik ga jou gewoon echt een goed geven. Ik vind het zo simpel, maar zo leuk. Ik moet dat ook voortaan doen. Simpel denken. Gewoon niet dat poep grote gedoe telkens. Ja, maar dat wisten we toch allemaal. Achtste. Kijk, ik weet dat mijn dikkie dik niet de beste was. Maar achtste. Come on. Was hem weer. Kijk even of je hier beneden geliked hebt. Ja, maar dankjewel voor het kijken. Abonneer even hier beneden. Boven kan dat niet. Tenzij je je mobiel omdraait. Dan hierboven. Dan moet ik zo doen. Hierboven dan. Doe dan daarboven maar abonneren. Verder als je het eindelijk tot zover hebt. Volhouden met mijn video. Comment dan even. Dikkie dik. Comment dan gewoon alleen het woord dikkie dik. Dankjewel voor het kijken. Abonneer even. En dan zie ik jullie allemaal in de volgende video. Morgen om 3:30. Mijn naam is Royalistic. Dankjewel voor het kijken. Peace out. Doei.